Het platform van importeurs in Suriname, PLIS, garandeert stabiele prijzen en voldoende basisgoederen. Dit kwam gisteren naar voren tijdens een kennismakingsbezoek van het platform aan minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EOTI. Het platform wees er echter op dat de garantie gepaard gaat met een stabiele koers en het importeren van onder andere basisgoederen is wederom opgepakt. Dus er is geen schaarste, verzekerde PLIS-voorzitter Arun Hindery. Volgens hem wil het platform een bijdrage hierin leveren en kijken wat binnen haar branche praktisch haalbaar is. Het platform heeft gesprekken gevoerd met zowel de consumentenkring als het ministerie voor het publiceren van adviesprijzen, om zo te veel fluctuaties te voorkomen. Minister Walden is van oordeel dat ondernemers binnen de economie rendabel moeten kunnen opereren. Ze beloofde zich sterk te zullen maken om deze groep te laten participeren in de besluitvorming.